Zometeen om 12:30 vertrekt hier op de Grote Markt van Leuven de Brabantse pijl. Wint Mathieu van der Poel of toch Julien Alaphilippe? We zullen het zien vanavond in Overijssel, want daar is de finish. Vroeger was dat op de Alsenberg, maar kom dit jaar zijn er wel weer lokale rondes in Beersel. Ze gaan onder meer 2 keer de Bruine Put in Dworp beklimmen. Nu, zover is het nog niet. Eerste start in Leuven en 2 keer raden onze eigen Flandriaan Jeroen Tuiten staat, jawel, in het Rennersdorp. Wij komen alle jaren naar de koers met mijn vriend hier. En ik vind dat prachtig, een schone stad, dat leeft en het volk is simpa. Nu komen ze allemaal aan, de ene bus achter de andere, en nu kunnen we de coureurs dan zien en alles. En vanaf gezellige dag vandaag. En Van der Poel aan de start, ongelooflijk hè, dat is de kleinzoon van Poulidor hè. De zoon is een fan van Mathieu van der Poel en vermis dat hem hier in Leuven start, staan wij hier dus. En jullie staan te wachten aan de bus? Aan de bus, ja. En wat hoop je? Dat hij wint natuurlijk. En hoop je hem ook nog te ontmoeten? Ja, heel graag eigenlijk. Ja. Ik ben grote fan van hem en ik heb hem bij de Ronde van Vlaanderen ook al gezien. Jij staat hier met een valhelm en je bent een van de weinige vrouwen in de Brabantse pijl. Wat is jouw taak? Ik ga vandaag de tijd aangeven tussen de wielrenners, dus de kop en de peloton of de meerdere pelotons. Dus om hen op de hoogte te brengen hoe ver ze achteruit of vooruit zitten. Jij bent dus de man en vandaag de vrouw met het bord. Ja, dat klopt. En hoe komt dat jij zoiets doet als vrouw in de toch wel mannenwereld van het wielrennen? Goh, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold al toch een hele tijd terug. Ik denk al stilletjes aan 10 jaar terug. Eerst is meerijden als signaalgever of seingever. En dan is gevraagd om het tijdsbord mee te doen. Dus dat ging vlotjes, dus we zijn dat blijven doen. Dus nu en dan springen we dan eens bij in een wedstrijd. Zowel bij beloftes als eens bij de elite mannen of eens bij de vrouwen. Fantastisch, hè, meneer. Allee, als je die snuif kunt opsnuiven, dat is fijn van dinges. Van koersen, dat is apart. Hè. Dat is apart. Hè. Dat is mooi. Hè. Dat is mooi. Vooral omdat het zo toegankelijk is. Hè. Het is veel toegankelijker dan andere sportmannen, als voetballisten en zo. Ik loop hier tussen de coureurs in. Allee, de mannen zeggen goeiedag, geroept erop. En ik vind dat mooi. Heel mooi. Sander Armee, jij bent een man van de streek. De Brabantse pijl, dat is iets waar je echt naar uitkijkt. Ja, toch wel. Toch wel. Zo door eigen streek rijden, vooral aan de start in Leuven. Maar de aankomst en zo ligt ook op mijn trainingsparcours in Overijssel en zo, daar kom ik wel vaak. Dus ja, ik ken de weg overal wel heel goed en dat is wel super fijn om hier te koersen dan. En wat mogen we verwachten van Sander Armee vandaag? Met de ploeg dat we hier zijn, denk ik dat ik me vooral in dienst ga stellen van onze kopmannen. Normaal is wel eens hier. Onze man die gaat proberen af te maken. We hebben nog Van Endert en Lambrecht die ook wel een rol kunnen spelen in de finale. Maar ik denk dat Welles wel absoluut de kopman is. En ik ga proberen hem zo lang mogelijk bij te staan en te helpen. Om dat hij krachten kan sparen voor de finale. En hopelijk kan hij het dan afmaken. Wie gaat er winnen vandaag? Van der Poel. U lijkt zeker? Heel zeker. Ik heb hem over een paar jaar in Overijssel als Sneveling nog weten rijden. Ik stond op de berg en ik kwam boven en ik zeg, ja, hier twee tanden, een tand groter schakelen, dan schakelen er 2 groter en alles weg. Het was gedaan. Goedemiddag Sophie. Goedemiddag Sonny. Dit is Radio 2 Vlaams-Brabant. Nieuws van bij ons met Sophie Verbrugge. En jawel, zo pas is het startschot gegeven voor de 59e Brabantse pijl op de Grote Markt van Leuven. Ja, de rijders rijden nu eerst door Leuven en dan door de rest van onze provincie. Ze gaan straks nog naar Beersel. Daar gaan ze 2 keer de Bruine Put in Dworp beklimmen. En de finish die mogen we verwachten rond 5:30 in Overijssel. Koersdirecteur Didier Laporte verwacht heel wat spektakel dit jaar, want hij is heel tevreden met de deelnemerslijst. Wel, ik denk dat we een heel sterk deelnemersveld hebben met onder meer de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Betty Jol. Maar we zitten ook met de winnaar van vorig jaar, Tim Welles. We zitten met Michael Matthews, die altijd goed rijdt in de Brabantse pijl. We hebben Sonny Colbrelli, ex-winnaar Petra Vakoc. En natuurlijk ook de man om wie het allemaal zal draaien, denk ik. Dat is Julien Alaphilippe van de Koenig Quickstep. En zeker ook niet te vergeten, ik denk dat hij ook een van de renners is die we zeker mogen verwachten. En dat is Mathieu van der Poel. Ja, en wielrenner Sander Armee uit Herent moet de eer van Vlaams-Brabant hoog houden. En hij vindt het heel leuk om voor eigen publiek te rijden.
voor mij is het toch altijd wel leuk. Dat is speciaal om hier op een plaats te staan waar dat je in het dagelijks leven ook regelmatig komt. Maandag was ik hier nog met de kindjes op deze plein. Die waren hier een beetje aan het rondlopen terwijl ik op bankje zat te rusten na zware Baskeland. En ook de supporters die er zijn en de mensen die je kent. Ja, en in het centrum van Beersel kan je trouwens straks ook alles volgen op een groot scherm, Sonny.